Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Hoe verzend je grote bestanden, grote files zoals video's of zipfiles met meerdere foto's naar andere personen? Daarvoor is er WeTransfer. Met WeTransfer kan je gratis meerdere bestanden tot 2 GB verzenden naar meerdere personen. Ik leg je stap voor stap uit hoe je WeTransfer gebruikt. Helemaal niet moeilijk. We gaan eerst een zipfiletje maken. We selecteren een heel aantal foto's die we willen versturen naar onze contactpersonen. Je selecteert ze. Rechtermuisbutton. Bijvoorbeeld 7-zip. Toevoegen aan archief. We gaan dat foto's noemen. Je kijkt waar het naartoe gaat. We gaan het op het rolblad zetten. Foto zip. En we duwen op OK. Het maakt een zipbestand. De grootte is 484 megabyte. Dit is kleiner dan 2 gigabyte, dus dit kunnen we gemakkelijk verzenden. De zipfile is gemaakt. Hoe ga je nu naar WeTransfer? Je typt in Google WeTransfer. We zijn er al. We klikken op het eerste resultaat. En voilà, hier is het eerste scherm. Er worden ook altijd mooie foto's weergegeven. We gaan naar de plaats waar we ons filetje hebben gezet, op bureaublad en het heette Foto's Zip. Hier zie je ons scherm van WeTransfer. Ik kan het filetje gewoon er naartoe slepen. Je ziet het, Foto's Zip staat erin. E-mail naar. Ik ga naar otto.ome@gmail.com sturen. Je typt ook een adres in van wie het komt. Van mij, otto.ome@telenet. En het bericht: enkele foto's van het keukenfeestje. En wat doe je? Klik op versturen. En je ziet ook hoeveel procent reeds gedaan is van het versturen. En dat duurt ongeveer 4 minuten. Zo, de download is bijna gedaan. De zipfile is verstuurd. Nu gaan we kijken of we het ontvangen hebben in mijn eigen Gmail e-mailbox. Ik ben in mijn Gmail en inderdaad, ik heb een mail gekregen van WeTransfer. Ikzelf, maar dan Telenet, heeft een file naar je toegestuurd. Klik ik erop, dan krijg ik dit beeld. Wat mijn ontvangers moeten doen, is op deze downloadknop klikken. Ze krijgen dan dit beeld van WeTransfer, nog eens op download klikken en het bestand opslaan op hun computer. En voilà, hier is het fotozip bestand met foto's van het keukenfeestje. Welke e-mails krijgt de verzender? Ten eerste krijgt hij een e-mail met een bedankt dat hij WeTransfer heeft gebruikt. En zojuist heb ik op mijn Gmail account de file gedownload. Als het is uitgevoerd, krijg ik ook een bevestiging dat de persoon waar ik naartoe gestuurd heb ook die file heeft gedownload. Bekijk ook mijn volgende filmpje over de app WeDownload. Hiermee kan je de foto's en filmpjes die je hebt verzonden via WeTransfer bekijken op je iPhone. Vindt u het een leuk filmpje? Geef dan een duimpje omhoog, abonneer u gratis op mijn kanaal en deel dit filmpje met je vrienden. Laat ook in een commentaar achter welk programma jullie gebruiken om grote bestanden te delen. Dag!